Mag ik de hoogleraar verzoeken een baret af te nemen? Dan open ik deze zitting met gebed. Mogen de geest van wijsheid en van barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Dames en heren, gaat u zitten. Een bijzondere academische zitting. Dames en heren, een oratie, dat maakt het al bijzonder. Welkom, Evelien. Fijn dat je bij ons hoogleraar bent, wil blijven en vandaag je oratie houdt. Die eerder gehouden had geworden, in september geloof ik, maar vanwege de bekende COVID-omstandigheden is uitgesteld. Toch weer historisch, want het is de eerste oratie die weer met iets meer mensen dan die 2, 3 mensen en de rest online kan worden gehouden. Daarom heet ik u allen daarom ook bijzonder hartelijk welkom in ons midden vandaag. En dat geldt uiteraard ook nog voor degenen die nog steeds online kunnen meekijken, want dat is natuurlijk wel gebleven. Ik heet jou welkom, je familie welkom, de hoogleraren welkom, met name ook aan die van ver zijn gekomen. En ik heb het net al wel gemerkt, het heel plezierig vonden ook weer eens een uitje te hebben in een oratie elders in het land, want we hebben elkaar al zo lang niet gezien. Terwijl het ontmoeten, dames en heren, dat hoef ik u niet te zeggen, bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderzoek. Op elke ontmoeting ontstaan nieuwe ideeën. En misschien worden we wel psychisch gezonder van elkaar ontmoeten. Dat komt goed uit, want we zijn hier bijeen bij de oratie die wordt gehouden door professor Dr. Evelien Brouwers, die de bijzondere leerstoel bekleedt psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Deze leerstoel is verbonden in onze universitaire gemeenschap aan de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Transo. Dat is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Die leerstoel wordt gezamenlijk mogelijk gemaakt door Transform, Ascender, de Netherlands School for Public and Occupational Health en Human Total Care. Centraal in het werk van professor Evelien Brouwers staat in het onderzoek, in het onderwijs en ook in de wijze waarop ze vorm geeft aan het maatschappelijk betekenis geven van dat onderzoek en onderwijs, wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan werk te helpen en te houden. Vooral in situaties waarin er mogelijk sprake is van psychisch onwelbevinden. Zij heeft een lange carrière al achter de rug, behaalde in de periode 90-95 haar masterdiploma, zowel in de klinische als de sociale psychologie in Leiden. En dat bij de cum laude. Daarna werkte ze bij de Depressiestichting als promovenda aan onze universiteit en als postdoc onderzoeker bij het Nivel. En opnieuw hier aan de slag sinds 1 oktober 2019 als hoogleraar. Zij was 10 jaar lid van het managementteam, het bestuur zou je kunnen zeggen, denk ik, van Transo, coördinator van de academische werkplaats Geestdrift en coördinator van de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid. Werkzaam als voorzitter van een commissie die de landelijke richtlijn psychische problemen voor bedrijfsartsen recent heeft herzien in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ook actief in het werven van externe middelen voor het doen van onderzoek aan onze universiteit. Ik ga geen bedragen noemen, maar het is indrukwekkend. En ook zijn haar publicaties dat. Ruim 80 internationale en nationale publicaties. Evelien, we zijn blij dat je gekozen hebt om vandaag ons je oratie voor te lezen. En ik nodig je graag uit hier achter het katheder. Succes. Meneer de rector Magnificus, mevrouw de vicerector, zeer gewaardeerde toehoorders online en in de zaal. Ik ben geen fan van voetbal, maar wel van enkele uitspraken van Johan Cruijff. Hij heeft er zelfs zoveel gedaan die ik mooi vind, dat ik eigenlijk moeilijk kon kiezen voor deze reden,
uit bijvoorbeeld, je gaat het pas zien als je het doorhebt. En vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Beide uitspraken zijn zeer toepasselijk voor mijn reden, zoals u dadelijk zult merken. De titel van mijn leerstoel is Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. Er is enorm potentieel voor verbetering op dit terrein. Maar daarvoor moeten we op een andere manier kijken naar gezondheid, ziekte en duurzame inzetbaarheid. We maken momenteel een grote omslag in denken door, maar nog niet iedereen is al zover. Veel mensen denken nog op de traditionele manier. Om in het jargon van Cruijff te blijven, we moeten wel eerst deze nieuwe inzichten doorhebben om ze te kunnen zien. In deze reden zal ik toelichten wat die omslag in denken inhoudt en wat de effecten daarvan zijn op gezondheid, duurzaam inzetbaarheid en welzijn in werk. In mijn leeropdracht staat het capability-gedachtegoed centraal en dat zal ik ook toelichten. Dit model heeft een toegevoegde waarde voor het veld van de psychische gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, maar ook voor arbeidsreïntegratie en de preventie van ziekteverzuim. Aan het einde van mijn reden ga ik kort in op mijn toekomstig onderzoek. Maar laat ik beginnen met wat feiten. Terwijl de meerderheid van de mensen met psychische aandoeningen gewoon werkt, zijn ze wel vaker werkloos dan mensen zonder psychische aandoeningen. Internationaal onderzoek toonde aan dat mensen met milde en matig ernstige psychische aandoeningen ongeveer 3 keer zo vaak werkloos zijn als anderen en mensen met ernstige aandoeningen ongeveer 7 keer zo vaak. Bovendien worden mensen met psychische aandoeningen ook vaker arbeidsongeschikt verklaard en ontvangen zij vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van de mensen die een uitkering krijgen van het UWV of van de gemeente ontvangen ongeveer tussen de 30% en 40% dit in verband met psychische aandoeningen. En tenslotte hangen psychische aandoeningen ook relatief vaak samen met ziekteverzuim. Bijvoorbeeld uit cijfers van Arbonet blijkt dat 1/3 van het langdurig verzuim gerelateerd is aan psychische klachten. En dat in de periode van 2013-2019 het ziekteverzuim vaker samenhing met psychische aandoeningen, zoals burn-out en overspanning, dan met andere gezondheidsaandoeningen. Nou, als je hoort dat mensen met psychische aandoeningen dus vaker werkloos zijn, vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben en vaker vanwege ziekte verzuimen, dan is het logisch om te denken dat dat komt door die psychische aandoeningen. De gedachte dat arbeidsuitval primair veroorzaakt wordt door de ziekte sluit nauw aan bij het biomedisch model, een denkwijze die tot ongeveer 20, 30 jaar geleden dominant was, in zowel onderzoek als in de praktijk. In deze traditionele biomedische denkwijze werd ziekte en gezondheid als een door de dokter vast te stellen objectieve, meetbare zwart-wit kwestie gezien. Je was of ziek of gezond. En als je ziek was, moest je eerst genezen voordat je weer kon werken. Want werken werd gezien als belastend voor de gezondheid van zieke mensen. In de afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijk bewijs gekomen dat werken juist wel goed is voor de gezondheid, ook voor mensen met psychische klachten. Verschillende onderzoeken tonen aan dat zowel de lichamelijke als de psychische gezondheid van mensen verslechtert als ze werkloos worden. Maar ook dat die weer verbetert als mensen na werkloosheid weer werk krijgen. Ook laat onderzoek zien dat gezondheid, ziekte en herstel niet een zwart-wit kwestie is, maar een proces met verschillende tinten daartussen. Of iemand duurzaam kan werken, is niet alleen afhankelijk van ziekte, maar van heel veel verschillende factoren, zoals communicatie met de leidinggevende, werkdruk, de mate van autonomie en zelfinzicht die werknemers hebben, de werkcultuur en de sfeer. Dat daarbij juist de subjectieve beleving van werknemers belangrijk is voor duurzame inzetbaarheid, krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Natuurlijk kunnen symptomen en handicaps het moeilijker maken om goed te werken. Het is een feit dat als je gezondheidsklachten hebt, dit energie kan kosten die je anders in je werk had kunnen steken. Of dat het andere uitdagingen meebrengt, bijvoorbeeld op het sociale vlak. Maar het betekent in heel veel gevallen niet dat je niet goed kunt werken met deze uitdagingen als daar goed mee omgegaan wordt. Met de juiste houding en ondersteuning kunnen veel meer mensen aan het werk komen en blijven. Mooi onderzoek van Harry Michon en Annick de Lange
van het Trimbos Instituut toonde bijvoorbeeld recent aan dat jonge mensen met psychische kwetsbaarheden dankzij jobcoaching heel goed duurzaam konden werken. Als we zwart-wit blijven denken over ziekte en gezondheid, dan is het voor werkgevers, leidinggevenden en human resource managers voor de hand liggender om mensen uit te sluiten dan om te kijken hoe ze deze werknemers kunnen faciliteren. En voor wie denkt dat het wel meevalt met die uitsluiting? Uit ons onderzoek van promovenda Kim Janssens bijvoorbeeld bleek dat 64% van de Nederlandse leidinggevenden een sollicitant met psychische problemen al bij voorbaat niet snel zou aannemen. Of een ander onderzoek. Een ander voorbeeld uit het onderzoek van promovenda Iris van Beukering. Hier vonden we dat de meerderheid van de Nederlandse werkenden denkt dat openheid over psychische klachten tijdens een tijdelijk dienstverband de verlenging van het contract in gevaar brengt en de kans op toekomstige carrièrekansen verkleint. Of dan als focusgroeponderzoek over de vraag of het wel of niet verstandig is voor een werknemer om open te zijn over psychische problemen in de werkomgeving. Hier bleek dat HR-managers het als hun taak zagen om de organisatie te beschermen tegen financieel risico. En het daarom handig vonden als mensen open waren over hun psychische aandoeningen tijdens een sollicitatie, omdat het voor hen dan makkelijker werd om deze mensen af te wijzen. Als voorbeeld geef ik twee citaten uit dat onderzoek van twee verschillende HR-managers. De eerste HR-manager was een vrouw, werkzaam in de sector zorg en welzijn. Zij zei: ik merk dat ik de hele tijd twee petten op heb. Want als je me vraagt, wat wil je als werkgever? Ja, dan wil ik alles weten. Ja, serieus. Want dan kan ik dus inderdaad mijn risico's inschatten. Maar vervolgens zet ik de pet weer op van medewerker en dan zeg ik, ja, als ik weet dat het geen invloed heeft op de werkzaamheden, zeg dan maar niks. Want dan word je dus niet anders behandeld. Maar als ik vervolgens de pet dus weer opzet als werkgever, dan denk ik, ja, dag, ik wil het wel weten. Want mocht het ooit eens voorkomen dat, dan had ik wellicht andere keuzes gemaakt. Een andere HR-manager zei in datzelfde onderzoek, en deze mevrouw was werkzaam voor een grote gemeente: op het moment dat je een psychische aandoening hoort en je zit in een selectiegesprek, dan wordt het opgeslagen. En vervolgens kan die medewerker praten als brugman, dan is het hier gehoord. Het idee om alleen maar werknemers te willen hebben waar niets mee is, is niet realistisch. Zo krijgt 43% van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven een psychische stoornis, een psychische aandoening. En bij dat percentage zijn burn-out en overspanning nog niet eens meegerekend. Daarnaast krijgen mensen tijdens hun werkende leven ook te maken met lichamelijke aandoeningen zoals diabetes, reuma of kanker. Of met levensgebeurtenissen die het werkvermogen ook negatief kunnen beïnvloeden, zoals rouw of echtscheiding of schulden. Kortom, het is geen zwart-wit kwestie. Vrijwel iedereen maakt in zijn of haar leven periodes van ziekte en stress mee, die het functioneren kunnen belemmeren. Geschat wordt dat van de mensen in de werkende leeftijd op elk moment 1 op de 5 een psychische stoornis heeft, volgens de klinische normen. Omdat veel mensen psychische klachten een privézaak vinden, lopen ze er doorgaans niet mee te koop. Waardoor mogelijk onderschat wordt hoe vaak psychische aandoeningen wel niet voorkomen in onze maatschappij en dus ook in onze werkomgeving. Veel mensen vinden psychische problemen lastig om te bespreken. En dat geldt niet alleen voor mensen met de psychische klachten zelf, maar ook voor hun omgeving. In ons onderzoek vonden we bijvoorbeeld dat 1 op de 5 Nederlandse leidinggevenden niet weet hoe ze met een medewerker met psychische problemen moeten omgaan. En maar liefst 40% gaf aan dat ze niet wisten hoe ze de werknemer konden ondersteunen. Wanneer we meer kunnen inzetten op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van leidinggevenden, werkgevers en HR-managers, kunnen zij werknemers beter faciliteren in plaats van uitsluiten op basis van ziekte. Het inzicht dat duurzame arbeidsparticipatie helemaal niet zo sterk afhangt van alleen ziekte, maar van nog veel meer dingen, wordt bijvoorbeeld mooi geïllustreerd in het Disability Prevention Management model van Patrick Loisel en collega's. Dit model laat zien dat er een veelheid van factoren belangrijk is, zoals de invloed van de werkomgeving,
gezondheidsprofessionals en van financiële regelingen. Een ander voorbeeld dat laat zien dat ziekte helemaal niet zo allesbepalend is voor duurzame arbeidsparticipatie, komt uit het onderzoek naar de reïntegratiemethodiek IPS, individuele plaatsing en steun. In de afgelopen 10 jaar zijn er wereldwijd meer dan 11 systematische reviews gedaan die de talloze onderzoeken naar de effecten van deze reïntegratiemethodiek in kaart brachten. De resultaten toonden overtuigend aan dat IPS mensen sneller en beter aan betaald werk brengt dan traditionele arbeidsreïntegratieprogramma's. Ook in Nederland is IPS effectief gebleken. Een belangrijk principe van IPS is dat iedereen die werk wil, mee kan doen, ongeacht de ernst, ongeacht de aard van de ziekte, en dat de wensen van de werkzoekende leidend zijn. Het succes van IPS laat daarmee zien dat niet de ziekte de bepalende factor is of iemand aan het werk komt, maar de geboden begeleiding. IPS is effectief gebleken bij mensen met allerlei soorten aandoeningen en in allerlei soorten mate van ernst. Zo heeft IPS laten zien werkzaam te zijn bij mensen met ernstige aandoeningen, psychische aandoeningen of verslaving, maar ook bij lichte psychische aandoeningen, bij autisme, bij mensen met verstandelijke beperking en ook bij mensen met bepaalde lichamelijke aandoeningen zoals traumatisch rugletsel en chronische pijn. Wel laten evaluatiestudies naar IPS zien dat de vaak nog biomedisch denkende behandelaren, zoals psychiaters en verslavingsartsen, denken dat hun cliënten te ziek zijn om te werken of dat werken niet goed voor ze is. En ze daarom dus niet doorsturen naar IPS-programma's. Kortom, er is dus een succesvolle reïntegratiemethodiek die mensen in allerlei, ook ernstige, met ook ernstige aandoeningen aan betaald werk kan helpen, maar die mensen krijgen niet altijd de kans om eraan mee te doen. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Werkloosheid of arbeidsongeschiktheid wordt hier dus niet bepaald door de ziekte, maar door de attitudes van de professionals die nog denken in het biomedisch model. In mijn leerstoel staat de capability-benadering centraal. Het capability-model is een theorie over welzijn en kwaliteit van leven die rond de eeuwwisseling is ontstaan. Grondleggers zijn Amartya Sen vanuit de economie en Martin Nussbaum vanuit de filosofie, maar inmiddels is er wereldwijd een hele grote groep onderzoekers in allerlei disciplines die het gedachtegoed verder uitwerkt. Mijn voorganger, professor Jacques van der Klink, en collega's vertaalden de benadering naar de context van duurzame inzetbaarheid en arbeid. Zo ziet het model eruit. De kern van de capability benadering is de aanname dat het voor welzijn en kwaliteit van leven belangrijk is dat mensen mogen zijn en doen wat voor hen waardevol is. En dat ze daarin keuzemogelijkheden hebben. Met waarde wordt bedoeld wat je diep in je hart wilt. Het gaat dus verder dan tevreden zijn met de situatie. Wat mensen van waarde vinden verschilt per persoon. En daarmee is diversiteit een belangrijk uitgangspunt van dit model. Capabilities zijn de reële mogelijkheden die mensen hebben om te zijn en te doen wat voor hen waardevol is. Dat keuzevrijheid om te mogen doen wat waardevol is belangrijk is voor welzijn, hebben we het afgelopen jaar kunnen ervaren met de corona-gerelateerde maatregelen. Grondlegger Amartya Sen gaf al heel lang geleden een inmiddels wel heel erg toepasselijk voorbeeld van het belang van keuzevrijheid voor welzijn. Hij legde uit dat als je 's avonds thuis blijft omdat je zin hebt om thuis te zijn, dat veel fijner voelt dan als je thuis blijft omdat het moet vanwege de avondklok, zelfs als je toch thuis had willen zijn. En met dat voorbeeld illustreert hij dat het voor welzijn niet alleen belangrijk is wat je doet, wat je uiteindelijk doet, maar dat het voor welzijn ook belangrijk is dat je vrijheid hebt om te mogen kiezen. Het mogen zijn wie je wilt zijn gaat over identiteiten en rollen die je diep in je hart wilt hebben. Het kan echt over van alles gaan dat mensen belangrijk vinden en waardevol vinden om te mogen zijn.
over homo mogen zijn of moslim, over je moederrol belangrijker te mogen vinden dan je werk als je carrière maakt als chirurg. Uit het promotieonderzoek van organisatiepsycholoog Ralf van den Bos, die in 2016 promoveerde in Utrecht, bleek dat de mate waarin mensen het gevoel hebben zichzelf te mogen zijn in de werkomgeving positief samenhangt met hun welzijn op het werk en met hun bevlogenheid, tevredenheid en met hun werkprestaties. Ook laat zijn proefschrift zien dat het vooral het niet jezelf kunnen zijn een sterk negatief effect heeft op welzijn en duurzaam inzetbaarheid. Sterker dan de positieve effecten van het wel jezelf kunnen zijn. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat het moeten verbergen van wie je bent of waar je last van hebt negatieve energie kan kosten. Energie die slecht is voor je gezondheid en die je ook in je werk had kunnen steken. In een van onze onderzoeken verwoordde een deelnemer met autisme het heel mooi. Hij zei, of het nou gaat om een psychische aandoening of iets heel anders, als je jezelf niet kan zijn, kan je ook nooit de toppen van je kunnen bereiken. En dan kan je je nooit echt lekker voelen. En ik denk dat dat een voorwaarde is om je werk goed te kunnen doen. Dat je je lekker in je vel zit. Naast het mogen zijn wie je wilt zijn, benadrukt de capability-benadering ook dat het voor welzijn belangrijk is dat mensen mogen doen wat voor hen waardevol is. Het is een valkuil wanneer leidinggevenden denken dat hun medewerkers dezelfde dingen belangrijk vinden als zijzelf. Want wat mensen belangrijk vinden is in werkelijkheid heel erg verschillend. Wat de ene persoon ervaart als een leuke uitdagende taak, daar krijgt de ander stress van. Jacques van der Klink en Femke Adma deden onderzoek naar wat Nederlandse werkenden waardevol vonden om te mogen doen. Uit hun werk bleek dat werknemers die werkinhoudelijk konden doen wat waardevol voor hen was, een hogere duurzame inzetbaarheid hadden. Zij ontwikkelden in dit project ook een vragenlijst, de Capability Set for Work, waarmee werknemers helder inzicht kunnen krijgen in 3 belangrijke dingen. Namelijk, wat zijn de dingen die zij waardevol vinden om te doen? Hoe worden zij hierin gefaciliteerd door hun werkomgeving? En in hoeverre zijn ze zelf in staat om deze waarden te realiseren? Deze vragenlijst is een bruikbare tool om duurzaam inzetbaarheid te vergroten. Want het invullen kan werknemers een spiegel voorhouden. Zwart op wit zien dat je iets belangrijk vindt, maar eigenlijk zelf niet in staat bent om het te realiseren, of dat jouw werkomgeving jou daar niet in faciliteert, kan een wake-up call zijn. Het kan werknemers doen realiseren waar precies eventuele knelpunten zitten, die aangepakt kunnen worden. Of het kan juist een bevestiging zijn voor werknemers dat ze op de juiste plek zitten. Vooral het gesprek dat werknemers met hun leidinggevende of bijvoorbeeld de bedrijfsarts kunnen houden hierover, over zo'n ingevulde vragenlijst, kan leiden tot acties die nodig kunnen zijn om duurzaam inzetbaarheid te vergroten en om gelukkig aan het werk te blijven. De spiegel die het invullen van de vragenlijst kan bieden is belangrijk. Omdat lang niet iedereen in staat is, of omdat lang niet iedereen stilstaat bij de vraag wat waardevol is voor hem of haar. Juist bij burn-out en overspanning gaan mensen vaak over hun grenzen heen. En hebben ze niet goed in de gaten wat voor hen belangrijk is. In het onderzoek dat ik deed met Margot Joze en Hanneke van Gestel en anderen, zagen we dat mensen die langer dan 6 maanden ziek thuis zaten, met psychische klachten, zich pas terugkijkend realiseerden dat ze eigenlijk al heel lang de inhoud van hun werk niet leuk meer vonden. Dat kwam vaak door bijvoorbeeld doordat hun taken in de loop der jaren veranderd waren. Bijvoorbeeld door toegenomen administratie- of computertaken. Terwijl ze destijds voor het onderwijs of de zorg hadden gekozen omdat ze het contact met de patiënt zo leuk vonden of met die leerling. En dat die geïnterviewden hun werk niet meer leuk vonden, dat zagen ze vaak zelf als de hoofdoorzaak van hun ziekteverzuim. En het belemmerde hen om terug te keren naar die baan. Leidinggevende en reïntegratieprofessionals kunnen dus mogelijk langdurig verzuim voorkomen door vaker met werknemers te praten over wat ze willen zijn en doen. En samen te verkennen welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dat het belangrijk is dat mensen kunnen doen wat voor hen waardevol is, is ook in lijn met de literatuur over het succes van jobcrafting. Jobcrafting is een proactief proces waarbij werknemers gaandeweg zelf werktaken aanpassen, zodat het werk beter aansluit bij hun wensen, talenten en vaardigheden. Ze trekken taken naar zich toe die ze leuk vinden en goed kunnen, bijvoorbeeld lesgeven,
en zorgen dat iemand anders taken overneemt die ze niet zo graag doen, bijvoorbeeld administratie. Werknemers die op die taak succesvol vorm kunnen geven aan hun taakinhoud en hierover controle hebben, voelen zich beter op het werk en presteren ook beter. Toegepast op de context van arbeid en gezondheid biedt de capability benadering nieuwe denkrichtingen. Niet de ziekte of arbeidshandicap staan centraal, maar het welzijn. De factoren die bepalend zijn voor het wel of niet kunnen realiseren van wat mensen waardevol vinden, heten conversiefactoren. En die kunnen zowel in de persoon als in de omgeving liggen. Omgevingsconversiefactoren kunnen bijvoorbeeld de leidinggevende zijn of de houding van de leidinggevende. Of werkdruk. En voorbeelden van persoonlijke conversiefactoren kunnen zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheden of het zelfvertrouwen van de werknemer. Ik geef twee voorbeelden uit een, al zeg ik het zelf, razend interessant onderzoek dat ik momenteel doe met Michel Bergrijk en andere collega's. Naar de vraag waarom het sommige mensen met autisme lukt om succesvol en gelukkig een betaalde baan te hebben, terwijl andere mensen met autisme geen werk hebben of niet gelukkig zijn in hun werk. Het eerste voorbeeld is van een man die in ons onderzoek aangaf dat hij erg hield van zijn werk, maar hij was vastgelopen. Mede omdat er problemen waren in de communicatie met zijn leidinggevende. De directeur stelde voor dat de man in het kader van zijn autisme coaching zou krijgen. Waarop de man aangaf dat wel te willen, maar het dan wel redelijk zou te vinden om als zijn leidinggevende ook coaching zou krijgen. Hier stonden de directeur en de leidinggevende welwillend tegenover. En dankzij de coaching aan beide kanten werden de problemen opgelost en bleef de man met plezier aan het werk. Belangrijke conversiefactoren in dit voorbeeld zijn de assertiviteit van de man, een persoonlijke conversiefactor, en de positieve houding van de directeur en de leidinggevende, omgevingsconversiefactoren. Een ander voorbeeld uit hetzelfde onderzoek komt van een man met autisme die vertelde dat hij 32 jaar met plezier bij hetzelfde bedrijf had gewerkt, tot er een nieuwe leidinggevende kwam met wie hij niet goed kon samenwerken. Dit leverde conflicten en negatieve energie op, waardoor de man uiteindelijk uitviel. En uiteindelijk werd hij arbeidsongeschikt verklaard. Deze man belandde in de WIA onder de noemer van zijn autisme. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Deze man kon best duurzaam werken, dat had hij immers 32 jaar gedaan. Maar door zijn nog biomedisch denkende omgeving werd vooral gekeken naar zijn autisme. En niet naar de invloed van omgevingsfactoren. Gebaseerd op de capability-benadering formuleerden Van der Klink en collega's een nieuwe definitie van duurzaam inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt. Evenals een attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. Als tegenreactie op de biomedische denkwijze zijn in de laatste 20 jaar verschillende nieuwe stromingen ontstaan. Zoals de positieve gezondheid en de positieve psychologie. En dat zijn uiterst belangrijke ontwikkelingen. Wel is het van groot belang dat we nu niet voortaan alleen maar naar positieve uitkomsten gaan kijken. Want er zijn ook zeer belangrijke negatieve uitkomsten. En negatieve psychosociale factoren die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Zoals stigma en discriminatie. Het woord stigma komt uit het Grieks en betekent brandmerk. Het verwijst naar de tijd dat de oude Grieken hun slaven en criminelen brandmerkten, zodat iedereen kon zien dat het mensen waren die een lagere status hadden en het liefst vermeden moesten worden. Stigmatisering is een proces waarbij mensen aan de hand van vooroordelen worden gelabeld, gezien worden als anders dan wij zelf en daarmee als minder belangrijk bestempeld worden. En discriminatie is de gedragscomponent die uit stigmatisering voortvloeit. Stigma en discriminatie komen ook in de werkomgeving heel veel voor.
en kunnen grote consequenties hebben voor welzijn en duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er steeds meer publicaties die aantonen dat negatieve vooroordelen van werkgevers belemmeren dat sollicitanten met gezondheidsklachten aangenomen worden. Uit het onderzoek, het promotieonderzoek van Kim Janssens bijvoorbeeld, bleek dat 1 op de 3 Nederlandse leidinggevenden een sollicitant niet snel aan zou nemen als ze zouden weten dat die sollicitant ooit psychische problemen had gehad, zelfs als die persoon hersteld is. Ook als de gezondheidsproblemen in het verleden liggen, blijft dat brandmerk dus bestaan. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de carrière en daarmee voor de financiële situatie, de kwaliteit van leven en zelfs de gezondheid van de sollicitant. Een tweede manier waarop stigma duurzame inzetbaarheid en welzijn belemmert, is dat het een barrière vormt voor hulp zoeken. Uit het promotieonderzoek van Rebecca Bogaars zagen we dat militairen met psychische klachten of verslaving soms geen hulp zochten uit angst om het stempel zwak te krijgen. Ze waren bang om met zo'n stempel hun baan te verliezen, de dingen die ze leuk vonden aan hun baan niet meer te mogen doen, geen carrière stappen meer te kunnen maken en sociaal buiten de groep te vallen. Internationale studies laten zien dat naast militairen er ook andere beroepsgroepen zijn waarbij de angst om als zwak gezien te worden een grote barrière vormt om hulp te zoeken. Zoals politiemedewerkers, zorgprofessionals en journalisten. Maar als je geen hulp zoekt, terwijl er wel goede hulp is, kunnen klachten verergeren en leiden tot uitval en verlies van werk. Een derde manier waarop stigma duurzaam inzetbaarheid belemmert, is door zelfstigma. Bij zelfstigma krijgt men door het toepassen van negatieve stereotypen op zichzelf, in combinatie met een laag zelfbeeld, het gevoel dat men niets kan en dus ook maar beter niks kan proberen. Dit wordt het white try effect genoemd. In een internationaal onderzoek, dat werd uitgevoerd in 35 landen, onder mensen met depressie, bleek dat bijna 80% last had van discriminatie. En dat het hen op werkgebied ontmoedigd had. Een kwart solliciteerde daardoor niet meer. En 1 op de 5 volgde geen opleiding of trainingen meer. Uit ons eigen onderzoek vonden we dat mensen die ambulant behandeld werden in de verslavingszorg, dat daar bijna 40% van was gestopt met solliciteren of met opleidingen volgen of in zichzelf investeren op carrièregebied, omdat ze verwachten dat ze door stigma toch geen eerlijke kans zouden krijgen. Het mogen duidelijk zijn dat wanneer mensen niet meer hun best doen om hun werk te vinden en om werk te vinden en te behouden, de kans op het vinden en behouden van werk wel heel erg klein wordt. Uit onze recente systematische review die de verschillende manieren in kaart bracht waarop stigma welzijn en duurzaam inzetbaarheid belemmert, bleek dat ook het stigma van arbeidsreïntegratiespecialisten, hulpverleners en familie en vrienden een belemmering kan zijn. Hierachter zit vermoedelijk vooral het weer op het biomedisch model gefundeerde idee dat werken een belasting zal zijn voor de zieke in kwestie. Dus ook de overbezorgde houding van familie en vrienden kan een belangrijke en onderschatte belemmering zijn voor duurzame arbeidsparticipatie. En tenslotte ontdekten we met onze onderzoeken nog een belangrijk spanningsveld. We deden 2 onderzoeken naar de bespreekbaarheid van psychische problemen in de werkomgeving. En in het ene onderzoek vroegen we aan ruim 300 Nederlandse werkenden met psychische aandoeningen of ze in hun werkomgeving hadden besproken dat ze psychische klachten hadden. Het bleek dat ongeveer 3/4 dat inderdaad gedaan had. In ons andere onderzoek onder bijna 900 Nederlandse werkenden die nooit psychische aandoeningen hadden gehad, deden we iets soortgelijk. We vroegen aan hen wat ze zouden doen als ze ooit psychische problemen zouden krijgen. Ook hier gaf ongeveer 3/4 van de mensen aan dat ze open zouden zijn over hun psychische aandoeningen in de werkomgeving. Dus samengevat toonden de beide studies aan dat het overgrote deel van de Nederlandse werkenden psychische problemen daadwerkelijk bespreekt of wil bespreken in de werkomgeving. Maar in ons derde onderzoek, onder 670 leidinggevenden, een representatieve steekproef, vonden we dat de meerderheid negatieve vooroordelen had ten aanzien van mensen met psychische problemen en hen niet zo snel zou aannemen. Dit spanningsveld, waarbij enerzijds mensen open zijn en anderzijds daardoor gemakkelijker afgewezen kunnen worden, zou een van de verklaringen kunnen zijn voor het hogere werkloosheidspercentage van mensen met psychische aandoeningen.
Het suggereert dat communicatie over de aandoening kan bijdragen aan werkloosheid. Een belangrijk inzicht dat nader onderzocht moet worden. Er zijn dus volop manieren waarop stigmatisering, welzijn en duurzame inzetbaarheid in arbeid belemmert. Maar hier is nog nauwelijks aandacht voor. In Nederland ken ik bijvoorbeeld geen andere onderzoeksgroepen die structureel met dit probleem bezig zijn. En er is ook geen leerstoel op dit terrein. En dat terwijl stigma zich echt niet beperkt tot psychische problemen. Internationaal onderzoek laat zien dat het ook een probleem vormt voor talloze andere groepen. Zoals mensen met kanker, diabetes, HIV, verstandelijke beperking, obesitas. En ook in het kwalitatieve onderzoek van Patricia van Kasteren onder hoogbegaafden vonden we dat hoogbegaafden bang waren voor stigma en uitsluiting. En daarom soms veel moeite deden om hun intelligentie en hun specifieke behoeftes verborgen te houden voor hun werkomgeving. Wat vaak ten koste ging van hun welzijn. Concluderend is het dus belangrijk om in toekomstig onderzoek destigmatiserende interventies te ontwikkelen die zich richten op de werk- en reïntegratieomgeving. En tegelijkertijd ook om interventies te ontwikkelen die werkenden en werkzoekenden helpen om zich te wapenen tegen stigma. In Engeland is al aangetoond dat mensen met psychische aandoeningen die met een keuzehulp ondersteund werden in hun beslissing of ze wel of niet open wilden zijn over hun psychische aandoeningen in de werkomgeving, 3 maanden later vaker fulltime betaald aan het werk waren dan mensen die geen keuzehulp kregen. In het ZonMW gefinancierde promotieonderzoek van Kim Janssens onderzoeken we dit ook in een gerandomiseerde gecontroleerde trial. Hier gaan we na of mensen met psychische aandoeningen in de bijstand sneller en duurzamer aan het werk komen als zij en hun gemeentelijke reïntegratiebegeleiders zich meer bewust worden van stigma en van discriminatie en communicatie. We onderzochten dit in een experimentele groep waarin bijstandsgerechtigden en hun begeleiders voorlichting en een keuzehulp kregen. En een controlegroep waarin dat niet gebeurde. Alhoewel we op dit moment de statistische analyses nog moeten uitvoeren, zien we al wel dat na 6 en 12 maanden de mensen in de experimentele groep bijna 2 keer zo vaak betaald werk hadden als de mensen in de controlegroep. Ik wil onderzoek doen dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en relevant is voor de praktijk. Samen met de partners van de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid gaan we onderzoek doen waarvan de uitkomsten geïmplementeerd kunnen worden in organisaties, onderwijs en in de arbeidsgeneeskundige zorg. In het bijzonder wil ik mijn promotieonderzoeken van mijn promovende hier nog graag even noemen. In het promotieonderzoek van Patricia van Kasteren naar hoogbegaafden en werk onderzoeken we de komende jaren wat hoogbegaafden belangrijk vinden in werk en welke factoren bevorderen of belemmeren dat zij dat wat ze waardevol vinden kunnen realiseren. En ook kijken we naar welke factoren bij hen samenhangen met optimaal welzijn in werk, duurzaam inzetbaarheid of juist met werkloosheid. In het promotieonderzoek van Marianne Palme gaan we onderzoek doen naar het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. We evalueren of de werk als waarde methodiek, die gebaseerd is op de capability-benadering, meer waarde biedt. En wat er nodig is voor een goede implementatie en borging in de zorgsector. In het promotieonderzoek van Rebecca Bogaars onderzoeken we bij militairen welke factoren van invloed zijn op hun keuze om wel of geen hulp te zoeken voor psychische problemen of verslaving. Ook onderzoeken we welke factoren van invloed zijn op die keuze om gezondheidsproblemen wel of niet te bespreken in de werkomgeving. En in het al eerder genoemde onderzoek van Kim Janssens gaan we de kosteneffectiviteit evalueren van de interventie die tot doel heeft bijstandsgerechtigden met psychische aandoeningen weerbaarder te maken tegen stigma bij het zoeken van betaald werk. En in het promotieonderzoek van Iris van Beukering gaan we verder verdiepend onderzoek doen onder ruim 1200 Nederlandse werkenden naar de verwachte gevolgen van openheid over psychische problemen in de werkomgeving. Ook onderzoeken we daar hoe leidinggevenden denken over hun medewerkers met psychische problemen die al bij hen in dienst zijn en wat ze aangeven nodig te hebben om deze mensen goed te begeleiden en te ondersteunen. Naast deze promotieonderzoeken kijk ik ook erg uit naar de samenwerking met Saïd Gourbous. Dankzij de steun van Tilburg University en het Tilburg University Fonds kunnen we de komende 2 jaar verdiepend onderzoek doen naar de Capability Set for Work vragenlijst. Tot slot. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. We kijken nog te veel naar ziekte en te weinig naar andere cruciale factoren die welzijn en duurzame inzetbaarheid in arbeid bepalen.
Als 64% van de Nederlandse leidinggevende bij voorbaat een kandidaat niet wil hebben omdat deze iets psychisch heeft, dan is dat een zeer serieus probleem dat duurzaam inzetbaarheid belemmert. Als bijna 70% van de werkende Nederlanders denkt dat je met openheid over psychische klachten tijdens een tijdelijk arbeidscontract hiermee riskeert dat je geen contractverlenging krijgt, dan ligt de kern van het beperkte inzetbaarheidsprobleem niet zozeer bij de ziekte van de werknemer, maar bij vooroordelen in de werkomgeving en bij communicatie. En als mensen met gezondheidsproblemen de moed opgeven of niet meer hun best doen om hun baan te behouden of nieuw werk te vinden, dan ligt die oorzaak ook niet in ziekte. Om met Cruijff te spreken, je moet wel schieten om te kunnen scoren. In het begin van mijn reden noemde ik ook Cruijffs uitspraak: vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Ik hoop dat met mijn onderzoek dat we het bewustzijn kunnen vergroten over de barrières die niet-medische factoren, in het bijzonder stigma en discriminatie, kunnen vormen voor duurzame inzetbaarheid. En dat ik daarmee kan bijdragen aan dat er iets gebeurt, zodat er echt iets kan gebeuren. Bewustzijn vergroten is een belangrijke eerste stap en ik ben heel erg blij en dankbaar voor alle interesse en medewerking die ik hierbij krijg van veel journalisten en onder andere van Sonnenwee, Tilburg University Fonds, ministeries van Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en Samen Sterk Zonder Stigma. Ik wil deze organisaties en journalisten heel hartelijk danken voor hun interesse in ons werk en voor de gezamenlijke inzet om meer aandacht te genereren voor de bespreekbaarheid van psychische problemen in de werkomgeving en het probleem van discriminatie en stigma. Ook vind ik het fantastisch dat het ministerie van Defensie al meteen aan de slag is gegaan met de inzichten uit onze onderzoeken. Heel trots ben ik ook op de recente erkenning en waardering van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen voor onze inspanningen op het gebied van wetenschapscommunicatie. Dankzij het geldbedrag van 10.000 euro dat bij deze erkenning hoort, kunnen we samen met onze praktijkpartners educatief materiaal ontwikkelen over stigma en werk dat zich richt op de doelgroepen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, praktijkondersteuners, bedrijfsartsen en arbo-verpleegkundigen. Ik ben inmiddels aan het einde van mijn reden gekomen. Ik heb u willen laten zien dat we in een omwenteling van denken zitten, waarbij de biomedische denkwijze nog steeds veel invloed heeft en op zichzelf een belemmering vormt voor duurzaam inzetbaarheid en welzijn. Maar we zijn wel op de goede weg. En er zijn ook veel mensen die al wel verder kijken dan alleen naar ziekte. Gelukkig is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor goed werkgeverschap. Maar er valt nog wel veel winst te behalen. Voor ons allemaal. Want, zoals Cruijff zo mooi zei, winnen doe je tenslotte samen. Meneer de rector, mevrouw de vicerector, geachte toehoorders, ik ben nu toegekomen aan mijn dankwoord. Graag wil ik het college van bestuur van Tilburg University, het bestuur van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en het departementsbestuur van Transo heel hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook de NSPOH, Ascender, Human Total Care en Transform ben ik zeer dankbaar voor het vertrouwen, voor het vestigen van de leerstoel en voor de fijne samenwerking binnen de academische werkplaats. Specifiek wil ik hier graag bij benoemen Harriet de Treurniet, Erik Noordik, Dick Freeriks, Monique Vossenaar, Julian Penders, Robin Kok, Koen Hond en Marianne Palme. In het begin van de coronapandemie ontving ik en al mijn collega's met mij een e-mail van ons college van bestuur. De strekking daarvan was dat we door corona in uitzonderlijke omstandigheden zaten en dat het college zich realiseerde dat dit voor velen grote uitdagingen meebracht. Voor ieder op zijn of haar manier. Daarna schreef het college: we hebben daar heel veel begrip voor. En we zijn blij met alles wat jullie doen. Wow. Deze e-mail, die ik net als veel e-mails weer had gedelete, bleef toch heel lang in mijn hoofd hangen. Die woorden die zijn mij tot steun geweest op momenten dat ik het zelf niet zo goed maakte. Ben ik daardoor dingen anders gaan doen? Ik denk het niet echt. Maar die e-mail die gaf mij de keuzevrijheid waar de capability-benadering over spreekt, waardoor ik me echt beter voelde. Heel hartelijk dank daarvoor. Werken bij Transo is heel goed voor mijn welzijn en duurzame inzetbaarheid. Het is een superleuke plek om te werken. Ik werk daar nu 15 jaar met ontzettend veel plezier en mede dankzij het fijne leiderschap van Dieke van der Meen, Ian van der Goor en Jacqueline Freiters
En Henk Garretsen, jij bent ook echt heel erg belangrijk geweest voor mijn werkplezier in die afgelopen 15 jaar. Ontzettend bedankt daarvoor. Jouw stijl van leidinggeven was de meest pure vertolking van het capability-gedachtegoed die ik ooit heb gezien. Ook super bedankt dat jullie alle vier mij gesteund hebben in mijn stap naar het hoogleraarschap, waarbij ik ook de steun van Jacques van der Klink, Petrien Unneke de Venema en Hans Trommel graag wil benoemen. Jaap van Wegel en Jacques van der Klink, met jullie heb ik ook heel fijn en veel samengewerkt in de laatste jaren. En dat geldt ook voor jou, Margot Joosen. Met jouw energie en vrolijkheid, die werken aanstekelijk op mij. We zijn een goed team, zeker ook met Barbara Donders erbij. Dank ook aan alle fijne collega's van de academische werkplaatsen, arbeid en gezondheid en geestdrift. Er zijn heel veel fijne collega's bij Transo, zoals de coördinatoren, science practitioners, postdocs, ondersteuners, IO's en hoogleraren, die ik niet allemaal persoonlijk kan noemen, maar die wel maken dat Transo een hele fijne plek is om te werken. Dank allemaal. En ik zie er enorm naar uit om op de heidagen weer met jullie op de dansvloer te staan. Ik ben ook dankbaar dat ik zulke gedreven en leuke promovendi heb en fijne teams waarin we hun onderzoeken mogen begeleiden. Jaap van Wegel, Margot Joosen, Rebecca Bogaars, Ilja Bongers en Jeroen Winter, hartelijk dank voor jullie frisse blik en feedback op de conceptversie van deze oratie. Linda van der Wal en Mariette Woudenberg, jullie wil ik graag bedanken voor de supergoeie coaching die ik van jullie heb gehad in de afgelopen jaren. Graag wil ik ook mijn dierbare vriendinnen Marielle, Mira, Edith, Maaike, Wendy en Celeste bedanken voor alle steun en gezelligheid. En dat geldt ook voor Jeroen, Jessica, Jasmijn en Floor Brouwers. En Emery, Beth, Greg en Miguel, thanks for your friendship and support. Ook wil ik Pieter en Therese Galesloot bedanken, Hans en Nicolette, Thomas, Lisa en Pieter. Ik wil graag iedereen ook bedanken die via de livestream meekijkt. Ontzettend bedankt voor het interesse, want zeker in deze tijd waar iedereen een beetje Zoom moe is geworden, is dat niet vanzelfsprekend. Maar jullie hebben het toch maar mooi volgehouden. Ik hoop dat we het bijbehorende feestje een andere keer nog kunnen vieren. Patrick van Motman. Tijdens mijn studententijd zei jij altijd dat je zeker wist dat ik hoogleraar zou worden. En dat je wel aandelen wilde kopen. Ik realiseer me dat supporters zoals jij ook een hele belangrijke omgevingsconversiefactor zijn geweest, waardoor ik hier vandaag sta. Zelf leek het me ook wel leuk om hoogleraar te worden, maar ik was er nog niet zo van overtuigd als jij. Ik dacht destijds, als ik geen leuke man vind waar ik kinderen mee kan krijgen, dan stort ik me op de wetenschap en word ik professor. Die gedachte is wellicht een beetje lachwekkend nu, maar het geeft ook aan dat ik destijds geen rolmodellen had. Rolmodellen van vrouwen in de wetenschap die zowel moeder als hoogleraar waren en dat met plezier en gemak combineerden. Ik hoop dat ik nu zo'n rolmodel mag zijn voor veel jonge vrouwen. Door te laten zien dat ik ontzettend bevlogen en gelukkig ben in mijn werk en dat mijn gezin toch op nummer 1 staat. Het kan hoor. Papa en mama, ontzettend bedankt voor jullie fijne opvoeding. Jullie hebben mij altijd gestimuleerd en jullie enthousiasme en steun heeft een hele belangrijke rol gespeeld in dat ik hier vandaag sta. En pap, wat leuk toch dat wij de liefde voor de wetenschap delen. Ik ben ontzettend trots dat jij naast je gewone werk en bezigheden nog 2 wetenschappelijke artikelen hebt gepubliceerd in Impact Factor tijdschriften. En zelfs nog op je 78ste. Lieve Pieter, Merel en Walter, jullie zijn mijn thuis. Jullie hebben alle stappen naar mijn leerstoel meegemaakt. Jullie kunnen het woord stigma niet meer horen. Ik hou het daarom kort. Dank voor alle steun en liefde. Ik hou van jullie. Ik heb gezegd. Wat een belangrijke reden. 100 jaar geleden, bijna zover is het in 2027, werd deze universiteit opgericht als Rooms-Katholieke Hoge Handelshogeschool. Het ging over economie. En dit jaar zullen we stilstaan dat 50 jaar geleden de psychologie
een betekenisvolle intrede in deze universitaire gemeenschap maakt. En we begrijpen nu eigenlijk steeds beter waarom dat zo verschrikkelijk belangrijk is. In de economie gaat het natuurlijk om mensen, om arbeidsorganisaties, om arbeidsmarkten zoals we die noemen. Maar ik denk dat, Evelien, jij heel duidelijk hebt gemaakt dat het daarbij uiteindelijk om de mens gaat die die taken, die arbeid verricht. En dat we het ons niet kunnen permitteren mensen te verspillen, mensen niet te zien, mensen daar niet hun plek in te geven. En dat hoort aan deze universiteit, dat goed onderzoek, grondige kennis, het goede onderwijs over die kennis, mensen stimuleert om daar verder over na te denken en inderdaad ja in concrete maatschappelijke vormen van betekenis, beleid, interventies, maatregelen, iets met die kennis te doen. Daar hadden we Cruijff niet voor nodig, daar hebben we jou voor nodig en jouw onderzoeksgroep. Een groot compliment voor het belangrijke onderzoek dat je doet in onze universiteit, dat hier thuis hoort, omdat we maatschappelijk van betekenis willen zijn. En dat je dan ook nog intussen bereikt hebt om weer een rolmodel te zijn voor al die vrouwen die die vraag vroeger anders zouden hebben gesteld, is heel mooi meegenomen. En daar gaan we nog veel van horen. Ik wil jou en je ouders en Walter en Pieter en Merel uiteraard ook van harte betrekken in de felicitaties, evenals alle vrienden. We hadden straks in het voorgesprek al even over, voor jullie had deze reden geen verrassing meer. En toch denk ik dat je trots bent op wat je hier gehoord hebt, anders dan hoe het thuis geoefend werd. Betekenisvolle teksten over belangrijke onderwerpen die hier onderwerp van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke betekenis zijn. Pieter, jij studeert zelf, helaas niet hier, maar je ziet wat hier een beetje de bedoeling is en wat misschien ook ooit van jou wordt verwacht. En Merel, jij wist het nog niet, maar dat gaat vast goed komen. Dames en heren, hiermee komen we aan het einde van deze academische zitting waarin deze belangrijke reden is uitgesproken. En ik hecht eraan u allen en ook degenen die van ver gekomen zijn te bedanken voor hun aanwezigheid. En dat geldt ook voor degenen, Evelien zei het al, die thuis via Zoom er nog steeds zijn. Althans, dat nemen wij aan. Dames en heren, de academische zitting ga ik nu afsluiten en ik wil u verzoeken erbij te gaan staan. En de barretten af te nemen. Ik sluit deze academische zitting met een mooie tekst, een gebed noemen we dat. En die luidt als volgt. Dat wij volstromen met levensadem, die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis, om te helen wat onheelbaar lijkt, om te halen wat onhaalbaar schijnt. De academische zitting is gesloten. Dank u wel, meneer de rector. Ja, en dan wil ik nu heel graag Evelien uitnodigen om plaats te nemen naast je dochter Merel. En de gasten graag vriendelijk verzoeken te gaan zitten. Dan is er nog iets waar ik niet heel veel van af weet. Maar je mag plaatsnemen naast Merel. En ik zou zeggen, geniet ervan. Gefeliciteerd! 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 Ja! Gefeliciteerd! 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 Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd. 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 Gefeliciteerd, Evelien. Joepie. Gefeliciteerd. 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 En dan gaan we nu, ja, leuk hè, zo'n verrassingje. Ik geloof dat er iets uitgebreiders ook nog is, maar dat ga je denk ik nog vanzelf zien. Ik wilde nu eigenlijk de erehaag gaan maken. Dus eigenlijk ja, iedereen vragen die dadelijk mee naar buiten gaat, alle hoogleraren een mondkapje op te zetten. En eerst vragen aan de rector, vicerector en decaan achter mij aan te lopen en dan deze rij, de eerste rij, erachteraan. En dan lopen we tussen de glazen deuren naar de koningin-ingang. En dan stellen we twee rijen op en dan aan het einde mogen jullie samen er doorheen lopen.